De regering komt binnenkort met maatregelen om de valutakoersen in te dammen. Financiënminister Stanley Raghubarsingh zei eerder aan de pers dat er geen vrees hoeft te bestaan over de koersontwikkelingen. Dat wordt rechtgetrokken en niemand hoeft ongerust te zijn dat hier enige mate van instabiliteit in zal optreden. Dat is niet het geval, maar we kijken er wel serieus naar. Als er één indicator is die de rust in de Surinaamse gemeenschap en in de Surinaamse economie aangeeft, dan is dat die koers. En wij weten dat heel goed. Wij snappen ook dat iedereen daarnaar kijkt. Terecht, iedereen heeft groot gelijk. Geen enkele reden tot ongerustheid. En als het nodig is, komen we naar de gemeenschap met meer informatie om u ook te informeren waarom dat het geval is. De minister zei ook dat de looncorrecties geen reden moeten zijn voor het laten stijgen van de koersen. Hij benadrukt dat de koers binnen de kortste keren weer helemaal stabiel zal worden.